Was het een beetje een verplicht nummertje? Nou ja, maar ja, je moet wel 3 punten halen. Dat was het allerbelangrijkste. Je hebt altijd 2 ploegen nodig. Als je een leuke wedstrijd wil zien. En wij hebben het geprobeerd in ieder geval. En uiteindelijk zeer terecht gewonnen natuurlijk. Je weet dat een tegenstander altijd wel een keer een kans kan. Nou, op de 1-0 kregen zij die kans. Maar ik moet zeggen, ik ben tevreden hoe de jongens hebben gespeeld. En natuurlijk had je gehoopt dat je sneller op 1-0 komt. Maar uiteindelijk was het een investering. En ja, ik heb de vlagen heb ik gewoon een goed ijs gezien. Ze kwamen hier niet echt om te voetballen volgens mij. Hang je met veel mensen achterin. Het was voor ons echt gewoon moeilijk doorkomen. En ja, ze hielden gewoon goed de pot dicht en de ruimte is klein. Wat voor ons gewoon moeilijk werd om elkaar voorin goed aan te spelen en er goed doorheen te komen. Maar ach ja, weet je, uiteindelijk 2-0 gewonnen, dus niet meer over praat. Ze waren niet echt bij machten. Natuurlijk kregen zij nog een grote kans van Yannick Wilschut natuurlijk. Gelukkig stopte Jasper Sillissen die op dat moment. Ja, het was gewoon wachten op de 2-0 eerlijk gezegd en gelukkig kwam hij. Ik hoorde woensdag volgens mij dat ik met de eerste zou gaan trainen. Dus ja, dat ik bij de selectie zou zitten. En ik hoopte op een invalbeurt. Uiteindelijk zijn dat 20 minuten geworden en ja, om dan direct te scoren, dat is wel mooi. Ken je het rijtje een beetje? Mensen die scoren bij een competitiedebuut? Ja, ik hoorde net Johan Cruijff van Basten, Fischer. Dus ja, nee, leuk rijtje en zeker mooi om daartussen te staan. We zijn Rijn een tijdje kwijt en hij kan dat denk ik ook heel goed invullen. Dus het is hartstikke goed ook voor hem dat hij in zijn debuut, zeg maar, competitiedebuut gescoord heeft. Ik was vanaf het begin van het seizoen al op zoek naar een goal. Misschien soms te veel, weet je wel, en dan lukt het allemaal net niet. Uiteindelijk, als je het uiteindelijk toch maar maakt, ja, dan weet je wel, geef er even lucht, dus, het is wel lekker. Je hebt ook een moeilijke periode natuurlijk gehad bij Ajax, totdat de vorm net niet was, het allemaal net niet lukte. Is dit dan iets wat de ommekeer kan zijn, dat het nu weer de goede kant op gaat? Ja, ik hoop het wel. Ik moet wel eens eerlijk zeggen dat de rest van de wedstrijd niet echt veel soeps was. Maar vorige week assistje en ja, nu dan een goal. Dus de stijgerlijn zit erin en ik hoop dat ik hem vast kan houden en elke week beter kan worden. Dirk Boerrichter maakt dat doelpunt, daar was hij volgens mij al lang naar op zoek. Was het een soort bevrijding voor hem? Ik denk het wel. Ik denk als je hem zag juichen, dan kon je wel zien dat het een bevrijding was volgens mij. Ah, hij kwam weer van de Oekraïne naar boven. Maar was wel nodig. Lang droog staan, dus in ieder geval qua goal staan. Dus dat hij eigenlijk mag vallen is wel lekker. Op naar woensdag nu, belangrijk duel. Ja, maar elke wedstrijd is belangrijk. De competitie is ook verschrikkelijk belangrijk. We willen volgend jaar weer in de Champions League spelen. En dan zal je dit soort wedstrijden moeten winnen. En dat hebben we gedaan. En nu gaan we naar Dortmund kijken.